Jongens, super hoge varens. Bijna net zo hoog als een mens. Dit is pas bos. Hier zit je al helemaal verscholen. En dan krijg je dit er ook nog bij. Gratis. Oh man. Nu gaan jullie denken, wat is die aan het doen? Je hebt hier weer zo'n open plek waar je kan zitten. En hier rondomheen allemaal varens. Dit is een beetje een kleine plek, maar het bestaat. Jullie raden het al. We hebben een nieuwe bushcraftplek gevonden. En die heb ik op zich al een poosje. Maar ik heb er eigenlijk nog niets over verteld. Want ik wou eigenlijk een keer een video maken dat ik er gewoon naartoe loopt. En dat is nu eigenlijk. Kijk eens even naar die varens. En je zit beschut. Als je hier gewoon met een stoeltje zou zitten, dan zou je dit heb je dan als uitzicht. Dus dat is wel mooi. De GPS wijst mij regelrecht het bos in. We moeten die kant heen. Oké. Gaaf. Nou jongens, kijk eens even. Als je gaat kruipen, dan lukt het niet omdat het gesloten is. Dus hoe komen we bij onze bushcraftplek die daar helemaal achteraan is? Nou, dan kan ik je vertellen, hierachter ligt mijn jetpack. Dat dachten jullie, hè? Jullie dachten heel even van nu heeft hij een jetpack aangeschaft. Nee, maar dat is niet zo. We moeten eventjes een andere manier vinden om er te komen. Dat zou wel mooi zijn, hè? Dat je hier van die flessen hebt liggen, een soort gasflessen. En dat je dan je pakje aandoet en dat je dan via je jetpack gewoon zo wiep naar je plek kan vliegen. Dat zou echt geweldig zijn. Ja, die filmsterren, die hebben dat denk ik wel. Jongens, ik denk dat we een plek gevonden hebben. Of we gaan eromheen. Ik ben er al een tijdje niet meer geweest. Maar we wisten ook niet dat het zo dicht begroeid werd. Hij bevindt zich hier ergens achter. Jongens, kijk eens even naar deze. Kijk eens. Wow, man. Dat is pas beschutting. Maisvelden zijn leuk, maar dit is nog leuker. Kijk eens even naar die rond. Het is hier gewoon open. Jongens, kijk eens even. 3, 2, 1... Ondoordringbaar. Nou, en jongens, naar dit soort plekken ben ik op zoek, maar dan die kilometers aan ingesloten zijn. Ja, dat gaat nog een hele klus worden, maar we doen ons best. Hier viel ik letterlijk in een kuil. Wat is het? Waarom is het hier? En is die bewoond? Deze die zijn zomer en winter hebben die kleur. Jongens, nogmaals. Dit is echt zo'n plek waar backpacker wildernis kan zitten. Die zoekt ook altijd dit soort plekken op. Nu hebben wij ook zo'n plek gevonden. Kijk,
eens even naar deze natuurlijke beschutting. Heel erg mooi. Ik weet ook helemaal niet of ik deze video op YouTube zet. Geen idee. Ja. Aangekomen bij coördinaat. Maar je raadt het al, hij wijst ons hier in het bos. Dus hierin moet onze bushcraftplek zich bevinden. We zijn er al een tijdje niet meer geweest, maar we hebben zo'n vermoeden dat hij hier achter ligt. Ja, hij ligt hier achter. Deze boom is groot geworden. Even kijken of we er doorheen kunnen gaan. Dat gaat nog moeilijk worden, jongens. Ja, hij bevindt zich hier achter. Je raadt het al. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Jongens, we gaan nog een poging wagen. Je ziet het heel duidelijk. Hij geeft hem hier in de buurt aan. En het is nog een aantal meters. Dus ik krijg nu het vermoeden dat hij daar zich bevindt. Ja. Wow. Zo zie je maar weer hoe goed het is om een beschutte plek te vinden. We kunnen hem nauwelijks zelf vinden. Hij geeft hem hier achteraan. Kijk, hier bevindt hij zich. Dus waarschijnlijk moeten we hier langs. Even kijken of dat gaat lukken. Dat lukt bijna niet, jongens. Even kijken of mij dat gaat lukken. We zijn er heel dicht in de buurt. Nee, dit lukt ook niet. Wij hebben ons vastgelopen. Maar we zien hem al, hij bevindt zich daarachter. Jongens, dit is me nog nooit gebeurd dat we niet op onze bushcraftplek kunnen komen. Vanwege de beschutting. Oké, jongens, we gaan nog een andere poging wagen. Hij wijst ons steeds hierheen. We gaan proberen via een omweg te komen. Het kan zijn dat hier ook nog een padje loopt. Jongens, we hebben de ballon gevonden. Wacht. Er ligt een ballon. Kijk eens even, hij is hier gewoon geland. Dat was onze roofvogel. Die zit hier altijd. Oké, er hangt geen kaartje meer aan. Dat is wel jammer. Gaan we binnenkort eventjes opruimen. We hebben nou geen zak bij ons, maar hij ligt toch vlak bij onze plek. Jongens, wat is dit? Er liggen hele vuilniszakken. Wat is hier gebeurd? Waarom ligt dat hier? Het is een verteerde vuilniszak. En dit zijn resten daarvan.
Waarom ligt hier zo'n groot cel of een vuilniszak of wat het ook is? Het lijkt wel of dat ze iets af hebben willen dekken daarmee. Er ligt niks onder. Oké dan, jongens. Heel vaag. Oké, ik weet al wat het is. Mijn GPS geeft een bepaalde informatie aan dat hier vroeger iets geweest is. Wat dus nu weg is. Want ik heb de oude kaarten maar even opgeladen. Waar ik nu sta, dit hele gedeelte. Daar hebben dus vroeger blijkbaar deze bomen niet gestaan. Daar is een open veld geweest. Vaag, hier ligt van alles. Wie weer boma's gevonden. Hier heeft blijkbaar vroeger een oud pad doorheen gelopen, hier zo. Want dat geeft mijn GPS aan en je ziet het ook aan de boom. Er staat een teken op. Maar dit pad wordt al heel lang niet meer gebruikt. Terwijl die nog wel gewoon op de kaart staat. Kijk, en ook hier van die dingen, aanwijzingen van iets.